De tweede les is deze. Van het een komt het ander. David zondigt eerst tegen het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Wat komt daar uiteindelijk van? Nou, er komt van, gij zult geen, een zonde tegen het zevende gebod, gij zult geen overspel plegen, maar ook een zonde tegen het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Je zult niet stelen. Van de ene zonde komt de ander, komt de ander, komt de ander. Het wordt al groter. Eén groot listig web van leugens en bedrog. Daarom is het zo gevaarlijk om een klein beetje van de zonde toe te laten. Als je daar een beeld bij wil, mag je het vergelijken met een eikeltje en een eik. Ja, dus een klein eikeltje, zo'n vruchtje. En dan zo'n eikenboom van 2 meter doorsnee. En van 3, 4 etages hoog. Als je die twee naast elkaar houdt. Hier een boom en daar een eikeltje. Denk je, kan dat? Kan dat ding uit dat ding voortkomen? Ja, dat kan. Geef het wat tijd. Geef het wat water. Geef het wat zonlicht. Dat gaat helemaal vanzelf. Je hoeft er niks aan te doen. En aan die grote boom hangen ook weer vruchten. En voor je het weet heb je een eikenbos. En voor je het weet staat de hele wereld vol met eikenbomen. Zo snel gaat dat. Van het een komt het ander. En daarom snij het de pas af. Als dit ergens raakt. Snij het aan de voorkant de pas af. En dan zijn we ook, en dat is dan de derde les. Dan zijn we terug bij het thema, bewaar je oog.